Hey vrienden van het goede leven. Welkom bij deze nieuwe fit. Vandaag ga ik wat doen en ik weet niet of ik excited ben voor het moment. Maar ik ben vooral excited voor na het moment. Want ik ga dus vandaag een tragus of een tragus piercing laten zetten. Ik wil dit eigenlijk al heel lang. Maar ik heb dus heel veel complicaties gehad met mijn oren. Hoe moet ik dat uitleggen? Mijn oren die gaan gewoon niet zo lekker op naalden en dingen erin. Dus ik heb nu voor 7 jaar lang om gewoon mijn eerste gaatjes gehad. Ik kon ze volgens mij pas na 5 jaar lang kon ik pas echt oorbellen erin dragen. Want ik had oorbellen erin en mijn hele oorbel ging er overheen groeien en zo. En toen heb ik ook nog mijn tweede gaatjes gehad. Die heb ik 2 keer opnieuw laten zetten. En die zijn nu weer dicht. Want dat ging echt helemaal fout. Nu heb ik nooit meer echt dingen met mijn oor. Of dat het geïrriteerd is of zo. Mijn eerste gaatjes. En dat wordt ook geschoten. En dat is veel minder precies dan als het gepierst wordt. Misschien ligt het daar wel aan. En ik ga het gewoon nog een try geven. Want ik wil dus al heel lang een tragus piercing of een tragus piercing. En dat houdt dus in op zeg maar hier. Hier zo doorheen. Ik heb heel veel van die video's opgezocht dat het gepierst wordt en zo. Ik hoop niet dat het weer helemaal dik gaat worden. En dat mijn oor er weer helemaal overheen gaat groeien. Maar ik denk dat het goed moet komen. Ik heb wel heel veel verschillende dingen gehoord over de pijnlevels, zeg maar. Ik heb echt video's gezien van gewoon volwassen mannen die zeggen van ja, het deed echt heel veel pijn. En eentje zei ja, that's the first time I cried about physical pain. En ik heb best wel een hoge pijntolerantie, dus het moet goed komen, denk ik. Ga ik straks gewoon lopen huilen in die stoel? Kom ik aan met mijn hoge pijntolerantie. Dat gaat niet gebeuren, hoop ik. Moet goed komen, denk ik. En ik neem jullie dus mee. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het verloopt. En als ik ga huilen, dan... Nee, grapje. Ik ga even laten zien wat het is. Mocht je nog geen goed beeld erbij hebben. Het is gewoon daar, zeg maar. Het heeft een heel lang helingstijd. Het duurt heel lang voordat het helemaal geheeld is. Ik weet nog niet in welk oor ik het wil. Ik slaap op mijn linkeroor, dus ik denk mijn rechteroor. We gaan gewoon voor dit. Ik heb al 1 video gezien. Oh, daar ben ik bang door geworden. Dat was één zo'n man die ging het piercen. En zij lag daar zo. En hij kreeg die naald niet door haar oor heen. Dus hij was helemaal aan het drukken met al zijn kracht. Dus ik dacht, oh nee, als dit bij mij gebeurt, dan ga ik wel huilen. Ik heb er zin in. Een soort van wens voor succes. Ik zie jullie zo weer. Dit is hier bij die voordeur. Dus we gaan nu naar binnen. Ik vind het een beetje spannend. Nou, lieverd, ja. Ik heb een toestemmingformulier voor jou. Ja. Maar je bent 15, ja. Dus daarom is je moeder mee. Ja. Want die moet natuurlijk wel tekenen. Precies. Anders ja. Krijg jij geen piercing. Het duurt ongeveer 9 tot 18 maanden. Ja. En ik vind het wel fijn dat je elke maand even een update ja. doet. Zal ja? Doen. En je bent echt altijd welkom. Top. Want soms staan meiden hier voor de deur en dan denken ze, oh, kan ik wel naar binnen, want dat ja. is zo druk. Maar dat moet je gewoon doen, hè? Okay. Dank goed. U wel. Ja? Zal ik doen. Kijk eens, liefie, dit ja. is allemaal Top. Voor jou. Dank en dan mag wel. Je met me mee naar achter. Nou, kom maar. Je mag je spulletjes daar al neerleggen, liefie. Daar is dat kastje speciaal voor. En dan mag je lekker aan plaats nemen in mijn stoel. Duimt ze maar lekker. Zo, nou, dit zit niet verkeerd. Lekker, hè? Ja. Een tragus, lieverd. Aan ja. deze kant. Aan de rechterkant, ja, ja. ja. Wat ik ga doen, is mm-hmm. altijd eerst mijn handschoenen aan. Ja. Dan ga ik even al mijn spulletjes pakken. Mm-hmm. Dan ga ik het plekje waar jij de piercing wil hebben even steriel maken. Ja. Dus ik ga een beetje friemelen aan je oor. Is goed. En dan ga ik even een stipje zetten. En dat stipje gaan we samen even bewonderen of ik wel een beetje de goede plek heb gekozen. Is goed. Even lekker aan je poetsen. Even een snipje zetten. Wat gaat er doorheen? Leuk. Leuk. Ik ben niet echt gespannen, want ja, het doet een beetje pijn denk ik. Dat zou ook weer over. Een mooi snipje zetten zo. Zo. Zie je? Nou, dat lijkt me top. Ja toch? Ja, perfect. Spannend. Wat wij erin doen, ja. hier zo, is dit materiaal. Een bolletje. Ja. Het is niet echt het mooiste bolletje van de hele wereld. No. Maar dat bolletje moet steriel en ja. glad zijn. Want anders dan kan er een bacterie in nestelen. Dat wil je niet. Nee, dat wil je niet. En dat sieraadje dat erin komt, mm-hmm. is flexibel. Oh ja. Dat zit super fijn. Okay. Ik knip daar natuurlijk wel even een stukje af. Hè? Ja. Want het is wel ja, een ja. Dat is wel heel lang. Zit hier bij je wang. Ja, dat is wel precies. Een raar. Moet je ook niet hebben. En dan heb ik ook een tangetje nodig. Want die doe ik even een stukje in jouw oor. Ja. En dat is best wel een gek zangetje, maar die doet verder geen pijn. Goed? Want ja, die heb ik al voorbij zien komen op de filmpjes die ik heb... Echt, heb je alle filmpjes gekeken? Ja, altijd voor als ik er iets ga doen, dan ga ik gewoon filmpjes kijken. Zie je ook wel die dingen die je niet wil overkomen, maar ja, dan denk ik, nou, dat gebeurt pas niet. Nou, we hebben hier het stipje nu zitten. Ik weet niet of je het kan zien. En er gaat straks dus dat sieraadje erin. En dat is dus zo'n flexibel dingetje. Dus dat zit als het goed is heel fijn. Ik ben benieuwd. En ja, ik hoop dat ik niet straks huid op deze stoel weer. Nee, dat gebeurt niet. Ja. Ik heb een naaldje. Dat is spannend, hè? Spannend. Ja. Hey, ik ga straks eerst het tangetje in jouw oor doen. Mag je wel lekker achterover leunen, liefst? Ja, dat vind ik niet erg. En dan mag jij een klein beetje die kant op draaien. Zo? Ja, komt ie hoor. Gaat dat tangetje in je oor. Voel je die? Het is een ja. beetje als een dopje in je oor, weet ja. je wel, zo'n geluiddopje. Trek ik hem een beetje naar voren, dat valt mee, hè? Oh, leun ja. ik hier op jou en dan voel je het naaldje. Voel je? Mm-hmm. Kun je door je neus echt heel diep inademen? Ja. Heel diep. Goed zo schat.
Wow. Oh ja, dat viel echt heel erg mee. Wel, hè? Ja. Ik had het echt heel erg verwacht eigenlijk, maar... Gek, hè? Dan ik het zo met je even weg. Nou, gaat het sieraadje er doorheen. Nou, ik heb een heel erg opluchting. Omdat het meeviel, hè? Ja, het viel heel erg mee. Kom maar, jongen. Sieraadje erop, ijsje hangen en zo. Zo. Nou, bolletjes erop draaien, dat zal voor iedereen met piercings bekend zijn. Gaat dat goed, Moppie? Ja. Goed zo. Tada! Nou, je hebt ze. What do we think? Oh, ik vind het echt mooi. Het is niet, je ziet het niet, zeg maar, het is niet zo opvallend, maar als je dan weer naar kijkt, dan zie je het wel. Oh, ik vind het echt mooi. Oh, ik vind het, ik heb helemaal opluchting ook. Het viel zo erg mee, want ik had echt verwacht dat het pijn ging doen. Ik vind het echt mooi. Kijk nog maar even mee in de spiegel. Dan ga ik je nog eventjes wat dingetjes laten zien. Je hebt nu dit sieraadje en die moet je reinigen. Wat doe je aan? Je wast je handen. Ja. Je pakt het bolletje vast. Ja. Je trekt hem naar voren. Zie je de ruimte? Ja. En je gaat hier helemaal omheen met zoutoplossing. Oké. Okay. Je duwt hem dan weer naar achter. Je pakt weer opnieuw zoutoplossing. En je gaat hier helemaal in jouw oor met de zoutoplossing. Oké. Okay. En doe je dat dan gewoon met je... Met een wattenschijfje of met een wattenstaafje. Oké. Okay. Dan pak je het bolletje nog een keer vast. En dan beweeg je het bolletje door jouw gaatje hier zo heen en weer. Oké? Okay? Ja. Dan doe je even een dansje. En dan spoel je alles lekker weg met water. Okay. Die zoutoplossing laat zitten op je oor en dan droog je hele oor. Oh ja, ja. En dan daarna, dan droog je het goed af. Ja. Ben je blij? Ja, heel erg! Ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het echt heel mooi. Super hoor. Leuk! I love it. Dank u wel. Ja, graag gedaan, lieve. Ik vind het echt heel leuk. Ja. Dat moet ook. Dit gewoon hier, dit volgen. Ja. Okay. En mijn naam. Ja. Ja? Komt goed. Hartstikke goed bedankt. Ik ben heel blij mee. Dat zal ik doen. Graag gedaan. Top, dank u wel. Tot snel. Nou jongens, hij zit er dus in. Ik ben er echt helemaal blij mee. En ik moet gewoon updates geven, maandelijke updates. Ik heb heel goed uitleg gekregen en zo. En het staat er ook op het papier wat ik mee heb gekregen wat ik moet doen. Hoe ik het moet schoonmaken. En ik was dus niet echt gespannen. Ik heb best wel gewoon een hoge pijntolerantie. Dus ik was niet echt veel... Ik wist wel dat het niet echt zoveel pijn ging doen, weet je wel. Maar het was echt alleen een beetje oncomfortabel. En voor de rest... Ik lag hartstikke lekker, dus ik heb het eigenlijk nauwelijks gevoeld. En de mevrouw die de piercing ging zetten, die was ook echt heel aardig. En die heeft heel erg mij op mijn gemak gesteld. Dus het is eigenlijk allemaal heel goed gegaan. Dus ik ben er helemaal blij mee. Wij zijn nu aan het lopen op de dijk. Ik ben lekker met Pino Hi. Samen. En het is eigenlijk best wel warm, maar we hebben net TikTok-tandjes gedaan. Dus we hebben net even op het bankje gezeten op de dijk. En nu zijn we lekker aan het wandelen. Hier is de... Nou ja, je ziet het niet zo goed op dit huis, maar... Op de camera zie je het ook niet zo goed eigenlijk. Kijk. We hebben even de zonsondergang bekeken net. En een beeld afgerend. Oh ja, en we hebben van een beeld afgerend met Forerunner op, want dat vonden we... Dat was een vibe. Leuk. We gaan nu even... Eigenlijk voelde het... Normaal doen we er ook al best wel lang over, maar nu doen we er nog langer over, omdat we best wel lang hebben gezeten. Het voelde echt als veel minder lang. Ja, ik vind ook. Snap meestal je? Meestal ben ik... Sowieso als ik in mijn eentje, dan denk ik echt van... Nee. Ja. Kom op, 10.000 stappen. Kom op. Ja, klopt. Maar zeg maar, als ik hier in mijn eentje doe, dan doe ik er ook echt gewoon een goede anderhalf uur over. Oh, trouwens. Update over de piercing. Ik heb nu mijn linker oortje in, maar het gaat nog goed. Ik voel er nu helemaal niks meer aan. Wat vind jij er eigenlijk van? Ik vind het echt heel mooi. Maar ja, ik heb het filmpje gezien. Ja, het piemelde niet naar het filmpje kijken, want ik had zo laten zien dat ik hem... gepierst kreeg, zeg maar. Ja, jij kan er sowieso slecht tegen, toch? Ja, ik kan er gewoon niet. Mijn moeder zat ook zo. Mijn moeder was mee tijdens de afspraak. Nu doet het helemaal geen pijn meer. Nu ga je doorpakken. Nu gaan we doorpakken. En nu gaat het een keer goed met mijn oren. Hopelijk. Ik hoop het echt. Fingers crossed, zeg dat wel. Dus wij gaan even verder lopen naar Os. En dan spreken jullie zo weer. Kijk, nu zie je het wel. Oh my god. Oh, ik weet niet of jullie het op camera ziet. Wacht even hoor. Ja, misschien wel. Maar zullen we even inzoomen? Kijk nou! Oh. Dit is toch mooi? Nou, ik ben alweer thuis van wandelen met Pien. Nou ja, al een tijdje. Het is nu 12 uur. We kwamen iets van 10:45 of zo thuis. Ik heb nog even met mijn vader. Ik weet niet, zijn hobby's echt live optredens op YouTube bekijken. Dus ik ben even bij hem gaan zitten. Ik ga wel de vlog nu afsluiten. Dus ik zie jullie dan weer bij de volgende vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zal jullie ook updates geven van hoe het gaat ermee. Ik heb hem net schoongemaakt voor de eerste keer. Dat ging goed. Het was wel een beetje moeilijk om hem, zeg maar... De piercer zei, de mevrouw zei dat je hem naar voren moest duwen en een beetje zo heen en weer moest doen als je het schoonmaakt, zodat het overal kwam. Dat heb ik geprobeerd. Het ging ook wel goed, maar het was wel lastig op het begin. Ik zal jullie op de hoogte houden. Volgens mij komt het goed, want het ziet er heel rustig uit en ik voel hem echt niet. Dus volgens mij moet het helemaal goed komen. Ik hoop het echt heel erg, want dat zou dus betekenen dat ik ook eindelijk rustige oren heb, eindelijk andere dingen ook kan doen en zo. Dus ja, ik hoop het. Ik zal jullie op de hoogte houden, updates geven en alles. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze video te maken. Want ik heb er iets heel leuks over gehouden.
Dus ja, als je het leuk vond, laat het dan even weten. Een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik ook erg lief vinden. Ik zie jullie dan volgende week weer. Doei doei!